Of de doeken echt zijn? Ja, wij denken dat de doeken echt zijn. Slechts één keer per jaar, op de eerste zondag na Pinksteren, gaat de deur van de kluis in de Petruskerk open om de eeuwenoude bloeddoek tevoorschijn te halen. De Petruskerk is waar het allemaal begonnen is, waar het wonder zich heeft voltrokken. Dus ongeveer iets voor 1380, dus dat is echt heel lang geleden. En toen heeft een priester die de mis deed in de Peterskerk per ongeluk een beker omgestoten. En nou, normaal zit in de beker in de kerk zit witte wijn. En hij kreeg rode vlekken op de doeken die op het altaar lagen. En hij was daardoor geschrokken. En ook hij schaamde zich. En hij heeft die doeken mee naar huis genomen en heeft al die tijd daar niks van gezegd. Probeerde ze uit te wassen in de dommel, is niet gelukt. De vlekken bleven erin. En op zijn sterfbed heeft hij gebiecht. Ik heb deze fout gemaakt. Hier zijn de doeken. Uiteindelijk zijn die doeken al honderden jaren oud. Ik begrijp dat er ondertussen eens een keer aan de Universiteit van Amsterdam gevraagd is hoe je de doeken het beste kunt bewaren. Ja, dat is heel recent. Dat is heel recent. Dat is in 2016 gebeurd. Nou kijk, vanaf 1380 tot nu is dat eigenlijk maar heel kort geleden. Ze zijn onderzocht en ze hebben adviezen uitgebracht hoe je ze beter kunt bewaren. De algehele conditie van de doeken, volgens de universiteit, was gezien de ouderdom goed. Dus dat was voor ons prettig om te horen. Alleen, we bewaarden het niet goed. Er zaten bijvoorbeeld metalen spelden in. En metalen spelden geven roestvlekken. Nou, dat is niet goed voor het bewaren van... Ja, de Petrus gaat er zich nu mee bemoeien, maar goed, dat mag allemaal wel. Dat is niet goed voor de bloeddoeken. Dus in 2016 hebben we een aantal adviezen gehad. Die hebben we opgevolgd. En nu wordt het, naar ons idee, nog beter bewaard in... De kluis, want daar liggen ze door het jaar heen, in de kluis van de bloedkapel in de Petruskerk. Die gaat één keer per jaar open. En dat is dus de zondag na Pinksteren. Want dan is het dus de dag van de bloedprocessie, de zondag na Pinksteren. En dan wordt die 's ochtends geopend, wordt die getoond in de mis, de heilige mis. En vervolgens gaat die in een soort mapje. Wordt hij opgevouwen en wordt hij in een mapje gedaan. En zo wordt hij tijdens de bloedprocessie meegedragen en getoond aan de bevolking. Ja. Wat is het belang eigenlijk van dat doek voor Bokstel? Ja, ik denk op zich voor iedereen verschillend. Zeker als je er in religieuze zin aan zou denken en aan naar zou kijken. De een gelooft erin en de ander gelooft er niet in. Dat is allemaal prima. Ik vind zelf het belang van de traditie in cultureel opzicht vind ik heel belangrijk. En het belang vind ik ook van dat het een gebeurtenis is waardoor veel mensen bij elkaar komen en je weer een gevoel krijgt van we zijn samen een gemeenschap. En dat vind ik eigenlijk het belang van een traditie als de heilige bloedprocessie. Of de doeken echt zijn? Ja, wij denken dat de doeken echt zijn. Er is ook voldoende vastgelegd in het verleden om... aan te geven dat dit allemaal heeft plaatsgevonden. Dat is overigens iets anders dan geloven dat het wonder zelf echt is. Hè? Dat is iets anders. Maar dat de doeken echt zijn, dat geloven we wel. En ze horen bij elkaar, ze zijn bij elkaar gebracht bij, in Bokstel toen het gebeurde. Ze zijn daarna samen naar Hoogstraten gegaan, net na de 80-jarige oorlog. En ze zijn 100 jaar geleden pas, weer teruggekomen, 1924, in Bokstel. Dat is ook de reden overigens waarom wij in 2024 echt goed willen uitpakken om het 100-jarig bestaan weer terug in Bokstel om dat te vieren. Ja.